Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat Suriname zich moet houden aan de principes van de Conventie van de Rechten van het Kind. De bewindsman stelt dat het recentelijk interview van een journalist met een slachtoffer van pesten en mishandeling voorbijgaat aan de principes van deze conventie en deze ontwikkeling totaal niet acceptabel is. Maar waar we wel vanaf weten is van het interview. En wij zijn, hebben als land, hebben we de Convention on the Rights of the Child geratificeerd. We zijn partij van die conventie. Dus we moeten ons houden aan de principes van die conventie. En een van de eerste principes is first do no harm. Dus als je met kinderen te maken hebt, moet je als eerste ervoor zorgen dat je niks onderneemt wat ze kan schaden. En het interview kan het kind schaden, dus vandaar dat we die reactie hebben gegeven. Als plichtdrager, want de overheid is plichtdrager, moesten we toch wel reageren op zo'n interview. Dat kan niet door de beugel. Want je berokkent het kind schade. McAndrew zegt dat het ministerie van Onderwijs middels een verklaring al een reactie heeft gegeven over de mishandeling Als collega-minister staat de bewindsman met zijn ministerie ook volledig achter die verklaring. Dus dat ze alles gaan doen om te voorkomen dat pest en dergelijke op school plaatsvindt. En dat schoolkinderen toch wel rekening moeten houden met bepaalde zaken die wel of niet door de beugel kunnen. Dus ik sta achter de verklaring van het ministerie van Onderwijs. Ik had al een keer gezegd dat we op arbeid een jeugdprofiel hebben ontwikkeld waaraan de Surinaamse jeugd zal moeten voldoen. Is meer gebaseerd op normen. We zijn nu bezig om te kijken hoe we dat profiel kunnen implementeren. We hebben ook het concept van Youth Power ontwikkeld, waarbij power staat voor participatie, ontwikkeling, weerbaarheid, economische activiteiten en rechten. En ook op dat gebied zitten we te kijken van hoe we concreet invulling kunnen geven aan deze 5 pilaren. Omdat we op die gebieden werkzaam zullen zijn. De minister merkt op dat het departement de vraagstukken zoals pesten, waarmee vooral jeugdigen geconfronteerd raken, wil aanpakken. Dit omdat deze zaken verregaande consequenties met zich meebrengen. In het uiterste geval zelfs de dood als gevolg kan hebben. Er zal vooral gebruik gemaakt worden van voorlichting tijdens schooluren. Omdat dit, naar zeggen van McAndrew, een kans is om scholieren normen en waarden bij te brengen.